Fernandes Botteling heeft bij de brand van 30 juni jongstleden enorme materiële schade opgelopen. Volgens brand- en communications manager Aida Sloten zijn behalve de productielijnen ook magazijnen en het laboratorium op het terrein verloren gegaan. Het bedrijf heeft jammer genoeg geen andere productielijnen waarop de petflessen werden geproduceerd. Dus u kunt zich voorstellen, dat is eigenlijk het hart van ons bedrijf als productiebedrijf. Dus dat is enorm als dat er van de een op de andere dag niet meer is. We zijn hier nu bij een ander magazijn dat gelukkig op een afstandje is. En ja, van hieruit gaan we dan weer verder om de boel te bevoorraden. En wat was eigenlijk de aftermath na de beschadiging van de productielijnen? Is er wel nog voldoende softdrinks? Want als je de comments en de berichten zo leest op Facebook, raken Surinamers plotseling in paniek. Ja, dat hebben we zeker gemerkt. De paniek was in principe niet nodig, wel begrijpelijk. Want men ziet natuurlijk dat de koelkasten steeds leger en leger werden in de winkels. Zoals we ook al hadden aangegeven, hebben we een noodplan voor bevoorrading. En dat wil eigenlijk zeggen dat we dus producten gaan importeren. We zijn voorlopig gewoon simpelweg niet in staat om het zelf te produceren. Dus de voorraad wordt nu weer aangevuld. Vanaf deze week zijn er containers binnengekomen. Fernandes Botteling doet volgens Sloten er alles aan om voldoende drank aan meer dan 1000 winkels te leveren. Verder is er geen reden tot paniek, verzekert Sloten. We hebben daar nieuwe producten die we voorheen nog niet hadden, althans andere verpakkingen. Zoals een 2 liter cola en een cola no sugar. Het was voorheen 1,5 liter, nu hebben we 2 liter. Er komen ook nieuwe smaken, Minute Maid, ook in petfles. Dus de impact is eigenlijk dat we nu het grootste deel van onze producten moeten importeren. En natuurlijk gaat de snelheid daarvan, zijn we afhankelijk. Maar ook moeten we heel veel winkels in één keer weer bevoorraden. En dan heb ik het over een paar duizend verdeeld over het hele land, alle districten. Dus het kan even duren voordat ieder in elke winkel alles weer op het oude niveau zal zien. Maar we werken eraan om beetje bij beetje de zaken weer binnen te halen en aan te vullen. Maar als u aangeeft dat jullie, het is een noodplan, een backup plan, maar gaat de smaak wel de authentieke Fernandes smaak zijn en blijven? Als het om cola gaat wel. In principe, we importeren bij Coca-Cola bottelaars. Toch? Dus dat zijn net zoals wij fabriek hadden, vandaar importeren we het. Weliswaar kan bijvoorbeeld bij Coca-Cola een andere smaak hebben, omdat soms de hoeveelheid suiker of de receptuur per land een klein beetje kan afwijken. Maar het is nog steeds Coca-Cola, dus in principe zou het niet anders moeten smaken. Aida Sloten, brand en communications manager van Fernandes Botteling. De samenleving zal iets langer moeten wachten op de gangbare Fernandes smaken. Maar voor nu worden er Coca-Cola, Sprite en Fanta softdrinks geïmporteerd, totdat er weer zelf geproduceerd kan worden.